werd wel een beetje bewust van mijn figuur op mijn 16e, denk ik. Omdat ik toen in de beachclub ging werken, in mijn bikini. Toen dacht ik opeens, oh, je moet een platte buik hebben. Ik wilde gewoon iets bereiken. Ik wist vanaf kleins af aan al dat ik iemand wilde zijn die ertoe deed. Ik was niet heel erg gelukkig met het feit dat mijn ouders niet samen waren en dat mijn moeder vriendjes had die ik niet leuk vond. Dat was denk ik in mijn jeugd de allergrootste struggle die ik had. En dat ik anders was als de rest van het gezin. Mijn broertjes en zusjes zijn allemaal blank. En ik voelde me dan buitenland. Ik ben wie ik ben. Ik haal mijn kracht uit mezelf door continu te focussen op waar ik naartoe wil in plaats van wat ik niet leuk vind. En je mag wel verdrietig zijn en je mag die verdriet ook omarmen, maar dan moet je toch weer verder, zeg maar. Ja, ik ben echt een perfectionist. Ik ben niet zo heel snel trots. Ja, dat ik niemand nodig heb. Het is gewoon independent en voor twee kinderen zorgen alleen. Dat vind ik het meest, ja, trots en ben ik daar wel op. Niet zo streng zijn voor jezelf. Heel veel mensen zijn heel streng voor zichzelf. Dat herken ik ook bij mezelf. En er is altijd weer een uitweg. Dus bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld heel erg met hun gewicht in de knoop zitten, die denken dan, oh, het maakt nu toch niet meer uit dan nog maar dat taartje en nog maar die patat. Want het maakt toch allemaal niet uit. Ik ben toch al lelijk en dik. Kijk, als je gedachten over jezelf hebt van lelijk zijn, dik zijn, dan voel je je ongelukkig. Je gedachten bepalen hoe je voelt. Dus als je die gedachten kan omdraaien en je kan naar jezelf kijken en tegen jezelf zeggen, ik zie er goed uit, ik ben mooi, ik hou van mezelf. Dus ik zou zeggen, liever zijn voor jezelf en respect hebben voor jezelf en van jezelf gaan houden. En dan komt de rest wel goed. En geloof in je dromen en ga er ook voor. Doe wat je leuk vindt.